Welkom bij een nieuwe aflevering van Kinderen voor Kinderen, Pakt Uit. In elke aflevering staat een beroemd liedje van Kinderen voor Kinderen centraal. En twee kids uit het koor gaan daarvoor op bezoek bij een bekende Nederlander. Die heel veel verstand heeft van het onderwerp van het liedje. Als tegenprestatie gaat die BN'er dan meespelen in een nieuwe clip van Kinderen voor Kinderen. En deze week gaat het om het liedje Ik Wil in een Band. Een artiest die vaak met haar bandje optreedt en ons daar dus alles over kan vertellen is Leonie Meijer. Leonie Meijer is bekend als finalist van The Voice of Holland. Ik ging langs bij Leonie en de reporters die haar mochten interviewen zijn Tevin en Esmee. Jongens, kom er even bij. Kun jij zelf een beetje een instrument spelen? Klein beetje piano. Piano? En welk liedje kun je dan bijvoorbeeld uit je hoofd? Prijsstek. En jij? Drummen. Drummen? Ja. Hoe zou je dat doen? Nou, dan ben ik wel benieuwd hoe dat eruit ziet. Laten we snel kijken naar jullie filmpje. Aangenaam, ik ben Leonie. Wij willen uitzoeken hoe je in de band moet komen. Echt? Wat gaaf zeg. Nou, dat is een goede dag vandaag, want ik ben net aan het repeteren met mijn eigen band. Oh, mogen we even kijken? Jazeker. Volgens mij wil jij wel achter een drumstel, of niet? Ja. Ja, hè? Zijn jullie hier wel eens in geweest? Het was wel een beetje hard, hè, geloof ik, toen we binnenkwamen. Ja. Jij zit in een band, maar hoe kom je eigenlijk in een band? Dit was een goede vraag. Bij mij begon het al 14 jaar geleden. Toen werd ik gevraagd door mijn beste vriendinnetje toen, Jamie, die nu op de basgitaar aan het spelen is. En dat vond ik hartstikke berenspannend. Dat was mijn allereerste band en ik kende ook die liedjes nog niet. Dus het was voor mij heel veel oefenen en elke vrijdagavond repeteren in een grote schuur. Ja, je moet vooral heel veel oefenen als je in een band wil. Maar je hebt het over de Police en wij kennen het niet. Wil je een stukje van ons spelen? Nou, dat wil ik zeker. Well, someone told me yesterday that when you throw your love away, so lonely, so lonely, so lonely, so lonely. Hoe kun je nou goed worden met hits schrijven en... Ten eerste moet je je eigen instrument goed beheersen. En als je dan met z'n allen gaat spelen in een band, ja, dan moet je natuurlijk veel uren maken, zodat je heel goed op elkaar ingespeeld raakt. Ben jij de baas van de band? Uiteraard. Maar speel jij zelf eigenlijk een instrument? Ik kan een beetje piano spelen. Echt waar? Zou je een stukje willen doen? Seems like everybody's got a prize. They wanna have to sleep that night. When the truth comes second, just stop for a minute and smile. Oh, leuk zeg. En je speelt zo mooi, dus ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe het klinkt als het met z'n allen. Money, money, money. We need your money, money, money. We wanna make your world dance. Forget about the price there. Hey jongens, maar jullie zijn hier nou vandaag. Maar wat moet ik eigenlijk voor jullie doen? We willen graag dat jij meespeelt in de videoclip van Ik Wil in een Band. En het liedje gaat zo. Van muziek, ik wil in een band. Ik wil het echt wel maken, dan word ik bekend. Kom ik in alle bladen. Maar ik hoef het jullie niks uit te leggen. Dat is het mooie van goede muzikanten, die hoef je nooit wat uit te leggen. Dit
er natuurlijk heel erg over drummen gaat ook. Is er natuurlijk niks mooier dan als de Beat Girl in de clip komt. En ik moet altijd op hele hoge hakken. Dus ik ben heel stiekem heel blij dat ik lekker mijn gimpen aan. Maar die ga ik nu even aantrekken, dus moven. Kelly. Hoi. Hi. Gaan we gewoon eens een klein stukje dansen. En voor de rest mag je gewoon lekker losgaan en je verhaal vertellen. En die worden natuurlijk bijgestaan door hele getalenteerde kinderen. Dus ik voel me niet helemaal alleen. Ik denk dat we dat met z'n allen wel mooi gaan neerzetten. Ja, je moet pauzeren en... Ik wil in een pen. Cool om in zo'n band te spelen. Maar Leonie, hi. Zij hebben in jouw bandje meegespeeld. Ja, klopt. Maar nu moet jij met Kinderen voor Kinderen meedoen. Kom even bij. Dat is best spannend. Hoe doet Leonie het? Heel goed. Ja? Ja, ik heb hem betaald om dat te zeggen. Is ook een beetje goed in het dansen. Ja. Ja? Jullie moeten er wel voor zorgen dat dit dus helemaal vlekloos gaat zo meteen. Hè? Kunnen we dat afspreken? Moet je nu zeggen ja? Ja. Repeteer nog eventjes en dan zie ik jullie zo meteen, oké? Okay? Cool. Ik wil in een band. Daar gaat ie. Heeft Leonie een beetje talent? Nou ja, ze zei tegen mij, ik kan absoluut niet dansen. Maar dat valt echt reuze mee, want ze doet het hartstikke goed. Sorry. Hey. Hallo. Hallo. Alles goed? Jazeker. Dit is gewoon het couplet. Dan krijg je hier het refreintje. Moet het kunnen halen, maar ik ben gewoon... Wil ik het proberen? Ja, met Leonie komt het wel goed. Dat is natuurlijk een fantastische zangeres. Zij loopt nu tegen het probleem aan dat het liedje heel hoog is. Omdat het voor een meisje geschreven is, voor een kind. Maar als ze gewoon vertrouwt op de musicaliteit en haar eigen draai eraan geeft, komt het helemaal goed. Ik wil op poster staan, bij een fans voor me aan. Dit is mijn... Nou, ik vind op zich al dat het goed gaat, maar het is vrij hoog op een gegeven moment. Maar ik denk dat ik daar gewoon een beetje mijn eigen draai aan gegeven. En dan moet het goed komen, maar het is wel even hard werken hier. Ik wil het echt gaan maken! Mevrouw Meijer, dat zingen, dat geloof ik wel. Maar je moet ook dansen. Ja, dat is even andere koek. Dat doe ik niet zoveel. Dat is mijn grote uitdaging van vandaag. Relax en alles loslaten, genieten en lekker dansen. Dat gaan we doen. Ja? Ja. Ik stuur je vast naar naartoe. Alright, hey, zet hem op bij Leonie. Kinderen voor Kinderen, samen met Leonie Meijer en Ik Wil in een Band. Drummen vind ik super vet, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Ik word al wakker van een drum, doet nog voordat de wekker gaat. Mijn hart gaat sneller kloppen, want ik speel voor het publiek. Ik wil maar één wens in vervulling, want ik hou zo van muziek. Ik wil in een band, ik wil het echt gaan maken. Dan word ik bekend, kom ik in alle bladen. Ik wil op poster staan, radio fans voor me aan. Dit is mijn moment. Ik wil in een band, dan word ik bekend, ken. Ik wil in een band, de coolste band. Ik hou zo van muziek. Ik wil in een band, ik wil het echt gaan maken. Dan word ik bekend, kom ik in alle bladen. Ik wil op poster staan, radio fans voor me aan. Dit is mijn moment. Zo, jongens. Nou, ongelooflijk. Esmee, hoe deed Leonie het? Heel erg goed. Ben je tevreden? Ja. Leonie, hoe beviel het? Nou, dat vond ik vond het gaaf, maar wel een beetje vermoeiend hoor. Zo, wow, met dat dansen erbij en zo. Nou, ik zag het en nou, als je naar mij vraagt, kun jij eigenlijk wel stoppen met je bandje? Je komt gewoon gezellig bij ons zingen. Ik vind het een goed plan. Is dat echt? Hey, Devlin, hoe dansen ze? Supergoed. Echt waar? Ja. Heeft ze alles gedaan wat jij zei? Ja. Nou, dat is helemaal top. Volgende week, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Want dan pakt Kinderen voor Kinderen weer uit met... de gebarentolk van het Jeugdjournaal, Sebastiaan Boogaard. Zou je mee willen doen in onze clip? Ik meedoen in jullie clip?
En dan moet ik dus gaan dansen en gaan zingen, dachten jullie. Nou, ik weet precies hoe het moet, dus ik kan je wel helpen. Dan hou ik jou. Nou, dat belooft een heleboel. Ik zie je de volgende keer bij Kinderen voor Kinderen, part uit. Tot dan! Doei!